De 23e vergadering van de registrators van pesticiden binnen de regio is van start gegaan. Dit jaar is Suriname het gastland van deze belangrijke vergadering. We spraken mevrouw Carmen van Dijk, zij is waarnemend hoofd van de afdeling bestrijdingsmiddelen van het ministerie van LVV. En zij geeft ons een uiteenzetting wat de bedoeling is van deze vergadering en welke punten aan de orde zullen komen. Deze vergadering is een vergadering van de Coordinating Group of Pesticide Control Boards of the Caribbean. Dat is niks anders dan alle pesticide registrators, dus degene die pesticiden registreren, van het Caribisch gebied. Zij zijn bij elkaar hier en ook nog de instanties die ons ondersteunen in het werk dat we doen bij het registreren van pesticiden. Het is georganiseerd in Suriname, laten we daarmee beginnen, omdat wij van de 5 componenten vanuit het obsolete pesticidenproject 3 van ze hebben voltooid of in de uitvoering hebben. En in het kader daarvan heeft men dus gevraagd dat Suriname de vergadering dit jaar hier organiseert. The aim here is to implement integrated pest management, integrated crop management and integrated vector management measures as much as possible. That does not mean that no pesticides are involved at all, but that we look at the responsible use of chemical pesticides or to switch to biological alternatives or other cultivation technical measures to suppress pests and diseases. Suriname is, of course, seriously taking measures to work on pesticide management system. This involves looking at a cradle-to-grave approach to pesticides. Some of the measures are preparations of the ministry experimental gardens to set up farmer field schools to provide farmers with additional training, as we have set up already one in, for example, at Lelydorp. That would be also nice to visit. The GAP, Good Agriculture Practices approach, is now also taught to farmers, whereby registration and trace back system products are of paramount importance. As I've stated, the good agricultural practices in country, but also, and that is, I hope, one of the aims of these meetings, to have the GAP practices in our neighboring countries. Het eerste dat gaat voortvloeien hieruit is dat na de vergadering wij dus voorzitter zijn van de CGPC voor een jaar. En daarna dat wij dan een organisatie zijn. CGPC een organisatie is eigenlijk met bestaansrecht. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor ons op dit moment. Want tot nu toe zijn wij gesponsord of worden wij gesponsord door, het was in het verleden ICA, het is nu de FAO. En als deze projecten te einde lopen, hebben we eigenlijk geen bestaansrecht meer. Wat wij dus proberen te doen na deze meeting is om in ieder geval ons rechtsbestaan te waarborgen en om de overheden zover te krijgen dat ze ook inzien het werk dat we doen en dat ze ook die ondersteuning verlenen, vooral de financiële ondersteuning. De afdeling bestrijdingsmiddelen van LVV die houdt zich bezig met alles dat te maken heeft met pesticiden. Wat doet de afdeling om, punt 1, het gebruik van pesticiden op de juiste manier te stimuleren hier? En punt 2, indien het verboden wordt, wat doet de afdeling eraan? Je moet de afdeling niet loszien van het ministerie. Binnen het IDB-project en het SAMA-project zijn er onderdelen die daarmee te maken hebben. Er komt een media unit die zich dus onder andere ook gaat richten, filmpjes gaat maken, producties gaat moeten maken met betrekking tot juiste gebruik, verantwoord gebruik, andere teeltechnische methodes die er zijn. Dus binnen het IDB en SAMA project zijn er nog andere onderdelen waar eraan gewerkt wordt om mensen bewust te maken hoe ze met bestrijdingsmiddelen moeten omgaan.